Het zal je maar overkomen. Ben je net lekker uitgerust thuisgekomen van een welverdiende vakantie, blijkt je halve inboedel te zijn verdwenen. Dergelijke narigheid kun je natuurlijk missen als kiespijn. Maar als bewoner kun je zelf ook de nodige maatregelen treffen om de kans op inbrekers in je huis zo klein mogelijk te maken. De politie kan daarbij bruikbare tips geven. Mensen die op vakantie gaan hebben vaak de indruk dat ze hun huis een bewoonde indruk moeten geven. Is dat verstandig? Ja, dat is zeker verstandig. Wat we nog steeds zien is dat de brievenbussen bijvoorbeeld uitpuilen. Dat er briefjes op de deuren hangen, dat ze afwezig zijn. Dat is zeer onverstandig, want daarmee maak je het de dief wel heel erg makkelijk. Wij adviseren dan inderdaad ook om een bewoonde indruk achter te laten. Zorg ervoor dat de verlichting 's avonds aangaat met een tijdschakelaar. Zet de planten niet weg. Geen waardevolle spullen in het zicht. Dan neem je al goede maatregelen. Wat kunnen mensen aan de buitenkant en om het huis doen om inbrekers te ontmoedigen? Nou, goed hang- en sluitwerk is natuurlijk echt heel belangrijk. We zien nog steeds dat er heel veel woningen voorzien zijn van slecht hang- en sluitwerk en dat daardoor inbrekers heel snel binnen kunnen zijn. Wat ook een belangrijke tip is om bijvoorbeeld vuilcontainers niet dicht bij de woning neer te zetten, zodat het opklimgevaar afwezig blijft. In het verleden vertelden ex-inbrekers in het tv-programma De Inbreker over hoe inbrekers te werk gaan. Zo gaf ex-crimineel Evert, werkzaam voor Stichting Veiligheid en Preventie, de kijkers tips om deze insluipers te ontmoedigen. De tips zijn ook nu nog zeer bruikbaar. Nou zijn inbrekers vaak ook heel inventief. Merk je daar door de jaren heen wat van nieuwe technieken, manieren om in te sluipen? Ja, nou, over het algemeen blijft dat wel redelijk gelijk. Wat we nu dus veel zien zijn die insluipingen. Dat is echt even op dit moment. Maar er worden ook nog steeds heel veel sloten die dus niet aan het SKG-keurmerk voldoen ontwricht. En wat ook nog wel gebeurt is dat er ruiten worden ingetikt omdat de sleutel aan de binnenkant van het slot zit. En ja, zo komen ze natuurlijk ook heel makkelijk binnen. Hoe verhoudt het aantal inbraken zich in de zomerperiode nou ten opzichte van de rest van het jaar? Nou, we zien vaak in de zomer wel een piek in het aantal insluipingen. Dus dat betekent dat mensen hun ramen en deuren hebben openstaan omdat het lekker weer is. En dan even naar boven gaan of even bij de buren zijn en de boel niet op slot doen. Daar zien we nu echt een stijging in. Maar over het algemeen ligt het aantal woninginbraken in de winter hoger dan in de zomer. Dus het gaat dan vooral om insluipingen als de mensen in en om het huis zelf zijn? Ja, als mensen eigenlijk dicht bij huis zijn en het is lekker weer, alles staat open. En je bent even boven aan het stofzuigen of even bij de buren en je doet niet alles dicht. Ja, dat zijn toch wel momenten waar dieven op azen. Verder nog algemene tips voor mensen die nog op vakantie gaan? Nou ja, sluit alles goed af. Maar barricadeer de woning ook weer niet, want dat kan natuurlijk dan juist ook weer opvallen. Vraag eventueel uw buren om nog eventjes een oogje in het zeil te houden. En mocht u zelf getuige zijn van een inbraak, bel dan direct 112, want dan kan de politie direct actie ondernemen. En de gordijnen open of juist dicht houden? Nee, dan toch maar de gordijnen open, want dat valt natuurlijk overdag erg op als ze dicht zitten. Wie de kans op inbraak zo klein mogelijk wil maken, kan de inbraaktest doen via www.politie.nl. De test is geen garantie tegen inbraak, maar geeft wel tips tegen het beveiligen van uw woning.